Een heugelijk moment voor het district Marowijne. De Mongo Tapu hebben president Chandrika Persat Santokhi en vice-president Ronnie Brunswijk op zaterdag 20 februari 2021 de eerste steen gelegd voor de bouw van de schoolcampus Mongo Tapu. Wij brengen u het volgende verslag. Mijere de takwan taki, I ne want de pata Facebook, mongo pikina ileli. And no Marowijne, u kisa okasi, u bewijs a tegendeel. Omdat, misabi wel taki weleli. Masra Mandela, taki amoro trang wapen fu verander a grondapu na educatie te kleri. Dus a historisch moment ja en feite du be palos mata wocha ontwikkeling kon dan de no be abu an bil sa ube batu ma utak duurzame ontwikkeling begin met onderwijs. Maar laat me de mensen, de structuren die voor hier hebben gekozen bedanken. Omdat hier zo centraal is gelegen in het district, dat kinderen vanuit Mungo een kwartier naar hier toe zullen rijden, maar ook kinderen van Albina. Want het is altijd een discussie, waar moet het zijn, Mungo, waar moet het zijn, Albina. Maar het is juist nou een centrale president. En dat betekent een stukje ontwikkeling of in de plaats, ja ook toe. Iedereen naar Biazo, dan we lopen terug. De Sebi Moon, Samechara Kondre Café. En we hebben een structuur in de regering, we kunnen een regeringstop in Masra. Deze president Ronnie Brunswijk en Ami, we zijn dood, we lukken konden, we teken, we schroeien die boekjaren konden naar jouw historie. En we teken, we schroeien die ja. Dat we voercampagne, tel ik 25 mei, 2020. En wij moeten ons houden aan die belofte. Mooi nog de crisis de 4 miljard schuld hebben Amerikaan dollar. Maar dan nog om voor want to projecten uit sa ukan, sa uman. En voor een man doen aan de chessa wabilek regering. Dat we doen aan de donoren, dat we doen aan de private sector. En iedereen heeft een exemple dat aan de private sector, een bedrijf, een familie, Ramo wat doen voor het jaar project is cafés. Dan heeft iedereen naar het jaar dat we sorry dat krachtig voor de regering. Aragering Mubono, Aragering Santokhi Brunswijk, en Aragering zij komt 7 maanden voor de verkiezing om hier te zeggen: we gaan een middelbare school brengen. En Aragering dat is. Aragering Santokhi Brunswijk, 6 maanden regering, zetten we een middelbare school. Zetten we hier zo. Minister voor Onderwijs, Takengba, op last voor mij. Minister, en neef me Santokhi wat taki verdeelt. Dat is afgedeeld. Dat is afgedeeld aan neef betekent Santokhi verdeelt. Die afgedeeld.
Maar die wat is aan mijn afgedrukt. Dat naar ontwikkeling voor afkondigen. En minister, hoe leg het druk op jou, ja? Dat tiende aan ons staan. En we gaan VP een tweede druk leggen op die minister. Als u dat wil, deze school moet in oktober open gaan. Deze school moet in oktober open gaan. Ik krijg net een aantekening hier. Ik ga zeggen, Volkan, ik ga voor DC. Maar, ik heb begrepen, heer vicepresident, dat de moeder van de vicepresident ook hier aanwezig is. Ja, mama, de. Mama, Luca, mama dan. Met die bos daar. Moeder, welkom. Die volgens dat FVP dat die de kant kan bestrooien dat dat middelbare school. Ja. Een geweldig applaus! Ja. VP, alle aanwezigen, ik ga afsluiten door u nogmaals te feliciteren en te bedanken. Maar het werk gaat nu beginnen. Het werk gaat nu beginnen. En laten we alles doen voor een vlotte afronding en laten we alles doen dat we in oktober kunnen starten met de school hier. Met eigen hand aan je. God bless you. Hiermee dan ook de zegen afgesmeekt zijn van onze schepper. Dat de bouw veilig mag geschieden zonder ongelukken. En dat het goed mag gaan met het totale project. God bless. Yeah. 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 Ja, man. Yes. 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 Ja. Oké. Okay. Yo, grandma. Yes. Als we moeten gaan, dus we gaan bouwen dat gaat passen. Ja. Oké, dat is geweldig. Oma, de GK. Oma. Niemand is zo blij als deze vicepresident. Wanneer je kan realiseren dat de middelbare school hier komt, in mijn geboortedistrict, waar we jaren hebben gewacht op dit moment. En wat nog mij heel blij maakt, is dat tijdens mijn vicepresidentschap dat dit opgezet gaat worden. Dus ik ben heel blij. Maar niet alleen voor mezelf, maar voor de hele totale gemeenschap van Marowijnen. Als je ziet, dan hebben we gekozen tussen Mungo en Albion, precies in het midden. We gaan die complex hier bouwen, waardoor wanneer die kinderen komen, dat ze het enige doel is komen scholen. Je bent hier komen om onderwijs te genieten. Maar als je bijvoorbeeld op Mungo, ik zie de Milo school daar, al die kinderen. Tijdens de pauze zetten ze helemaal bij de winkel, niemand, er is geen controle. Maar hier heb je een betere controle, omdat het gewoon een complex is van onderwijs. En je komt hier om onderwijs te genieten. De kinderen die heel vroeg, vanaf 4 uur moeten opstaan om helemaal naar de Marino te gaan. Of mensen die
in het internaat moeten gaan blijven. Mensen die bij familie moeten blijven, onder alle omstandigheden, die krijgen nu de gelegenheid om hier hun onderwijs te genieten. Dus vandaar dat ik zeg, ik ben blij en ik kijk uit dat inderdaad dat we begin van het schooljaar hier gaan beginnen. Het is een heel grote organisatie, mag ik u zeggen, vanaf leerkracht, docenten, alles wat je nodig moet hebben. Je moet bussen hebben, vervoer, transport moet je regelen voor die kinderen. Dus al deze dingen moeten vanaf nu beginnen in place te komen. Dus de minister van Onderwijs, kijk, ik heb heel veel last van me hebben. Wij gaan kijken hoeveel kinderen gaan nodig, hoeveel kinderen van Albina, hoeveel bussen hebben we nodig die hier, die bussen gaan hier geparkeerd zijn. Het complex gaat zijn eigen transportmiddelen hebben. Dus ik ben blij dat die school komt, maar beter nog, niet dat wij een bord zetten en zeggen van hier komt die middelbare school en na 5 jaren heb je nog geen school. Of kort voor de verkiezing ren je, dan begin je een bord te slaan. Dat doen wij niet. Ik ben blij dat we binnen 7 maanden al de eerste steen gaan leggen hier. We hebben ook al elektriciteit gevraagd, 1 maal 24 uur stroom, langs de weg hier. Dus dat zijn die beloften van deze regering, Santokki Brunswijk, dat wij die mensen zeggen van, we gaan niet beloven, we gaan die ontwikkeling brengen, eerlijk, oprecht. En wij gaan niet wachten om te starten een jaar voor de verkiezing. We starten nu. Dit is een fantastische stap in de richting van de ontwikkeling van alle kinderen in dit gebied die naar de middelbare school willen. En het geeft een heel prettig gevoel dat ze straks niet meer van Albina tot naar Tamarindo moeten om op de middelbare school naar school te gaan. Dus dit is een project dat uit 2 delen bestaat. 1 deel is een donatie. Waar de vicepresident zich persoonlijk voor heeft ingezet. Het zijn 6 lokalen, dus dan kan je met een kleine groep beginnen. Maar het grote werk komt straks. En dat wordt een heel groot complex waar we dus verschillende middelbare scholen zullen onderbrengen. Ook beroepsonderwijs. En weet u ongeveer hoeveel lokalen het complex zal tellen? Laat me zeggen, ongeveer 21 moeten het zijn. Ik weet het niet precies, dus hou me er niet aan. Omdat we lokalen zullen hebben voor een middelbare beroepsopleiding. Lokalen voor de Pedagogische Academie. Lokalen voor de AMS, voor het VWO en voor HAVO. Dus ook lokalen voor AMTO. Want we willen ook een AMTO bouwen. En ik wil kijken wat ik kan doen om die AMTO ook hier te hebben. Of die AMTO op Mungo te hebben. Want we zijn met verschillende dingen tegelijk bezig. We zijn al begonnen met de hoofdakte. Dus die leerkrachten die door willen studeren, kunnen al op Mungo doorstuderen. De leerkrachten die ICT willen studeren en vernieuwing in het onderwijs, die zijn ook al begonnen op Mungo. Maar ze studeren allemaal in de MULO-scholen, de lokale van de MULO-scholen, in de avonduren. En als je, hoe noem je dat, ook de kinderen van de dagschool een kans wil geven, moet je die mogelijkheden ook hier op die middelbare school geven. Het heeft 2 aspecten. 1, Telesuur kan niet leveren wat gevraagd wordt. En dat is een groot probleem. En als ze kunnen leveren, dan is het te duur voor de ouders. En daarom heeft het ministerie van Onderwijs gezegd, het is niet verplicht. Het is wenselijk. Die scholen die het wel kunnen, die mogen het zeker doen. Maar we mogen de kinderen en de ouders niet verplichten om extra geld uit te geven om mee te kunnen doen met het onderwijs. Dat mag niet. Dus wat we de komende tijd gaan doen is kijken hoe Telesuur het probleem gaat oplossen om te leveren wat we nodig hebben. En daar is heel veel geld voor nodig voor Telesuur zelf. Dat is iets van $124 miljoen om te kunnen leveren wat gevraagd wordt. En een ander punt is, hoe zorg je ervoor dat als er geleverd wordt, dat alle kinderen kunnen meedoen? Waar we wel mee bezig zijn, is nagaan hoe we zonder internet, met gebruik van tablets, die kinderen kunnen voorzien. En dat is een heel ander project waar het ministerie van Onderwijs mee bezig is, om
programma's te schrijven die je kunt downloaden op die tablet. Ze gaan ermee naar huis, ze hebben geen internet nodig en ze kunnen toch werken. Dat is een programma wat we aan het voorbereiden zijn. Dankjewel, minister. Oké.